La condition est bonne. Après, je ne connais pas encore le parcours, mais on va voir au fur et à mesure des jours comment ça va se passer. C'est un beau parcours, donc équilibré. De tijdritten zijn goed genoeg, denk ik, om een verschil te kunnen maken. En ik moet gewoon in de rit dat Gilbert en alle andere sterke renners bergop gaan rijden, proberen mee te zijn. Dat lukt het wel, denk ik. Vorig jaar was ik 10e, ja, in 2008 9e, denk ik. Dus, maar ik denk voor de top 10 zal wel lukken, maar voor de echte eindzegen kunnen we misschien beter voor Gilbert gaan. Alhoewel dat je nooit weet natuurlijk dat de week verloopt. Uw applaus voor Nick Neus. Een beetje afwachten worden, hè, wat het geeft, hoe ver ik sta met de conditie. Ik ben wel goed bezig geweest tijdens de Tour. Anderzijds is het ook wel druk geweest met de geboorte van mijn derde zoontje. Dus ik kijk er wel naar uit. Ik heb lang genoeg zonder competitie gezeten, dus de honger is terug groot. Ja, ik denk dat de vorm goed is en ambities in ieder geval zo hoog mogelijk eindigen. Ik bedoel, er kan heel veel gebeuren in de week. Ik ben heel erg benieuwd hoe je gewoon hersteld bent uit de Tour. En, maar ik voel me goed, ik voel me gezond, ik voel me uitgerust. Dus ik kijk eigenlijk wel uit naar morgen. Van Avermaet. Ik denk dat de mannen vooral maar een goede tijdrit in de been altijd in aanmerking komen niet. Ik heb de dingen nog niet echt goed bekeken. Ik denk dat Gilbert altijd gemotiveerd is en protopunten zal proberen pakken. En dan een ploeg als Rabobank wil altijd goed zijn in een eigen ronde. Dus ik denk dat die mannen moeten proberen te viseren. Allereerst wil ik graag een etappe winnen. Vorig jaar ben ik heel dichtbij geweest. En het zou mooi zijn om dit jaar dat toch wel te halen. En ja, klassement rijden wil ik ook graag doen. Maar dat is denk ik inherent aan het een en het ander. En tweede, de ronde van België, Stijn de Volder. Maar ik denk dat vooral Philippe Gilbert de topfavoriet zal zijn. En dat de rest toch een beetje zijn koers op hem zal afstemmen. Dus ja. Je sais pas, je pense que des coureurs comme Boissenhagen par exemple sont favoris. Moi je vais essayer de prendre des points pour le Pro Tour, c'est mon ambition ici. Si je peux en prendre le maximum possible, ce sera le mieux possible également.